EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen, heeft vandaag in de Tweede Kamer uitleg gegeven over de stresstest die daar onlangs gehouden werd. Zijn de tegenstanders van de tweede kerncentrale daarmee overtuigd? Er zat geen kritische deskundige bij, geen externe die kritische vragen konden stellen. Dus ik ben hier weinig mee opgeschoten. Ja, een kerncentrale, daar zit altijd een risico aan. En nu uit die stresstest blijkt ook dat in kerncentrale Borselen het mis kan gaan. En nou, hoe ernstig de gevolgen zijn, dat hebben we in Japan gezien. En wat betreft Borselen is de oplossing heel simpel. Die centrale produceert maar 3-4% van onze stroom. Wat Greenpeace betreft kan die vandaag nog dicht. Door de opmars van de elektrische fiets denken wegbeheerders na over de aanleg van snelfietspaden. Dat werd duidelijk tijdens een studiedag in Middelburg, waar ambtenaren en belanghebbenden uit de fiets- en toeristische sector samenkwamen. Ze spraken over het nieuwe fietsplan van de provincie. 6 jaar geleden dachten we nog nauwelijks na over een elektrische fiets. Maar nu is dat zo normaal geworden. Maar dan moet je wel even doordenken, want het heeft hele gevolgen op het gebied van veiligheid. Je moet die fietsen, die rijden hard. Zwemschool Zeeland in Vlissingen en de Stellenplas in Heinkezand zijn uitgeroepen tot beste zwembad van het jaar in Zeeland. Bezoekers spraken zich uit over de prijs-kwaliteitverhouding, de klantvriendelijkheid en de hygiëne in de baden. De verkiezing was een initiatief van ikzwem.nl in samenwerking met onder meer de Vereniging voor Recreatieondernemers en de Zwembond. Dat is een apart gezicht. Schapen midden in Middelburg. Het is de kudde van herder Jan Kaljouw die zijn schapen van de ene weide naar de andere verplaatst. Noodgedwongen dwars door de stad. Ja, ze lopen nu op de Kanaaldijk aan de Middelburgkant, aan de Walcherenkant. En ze moeten naar de Nieuwelandse weg. Dat is aan de andere kant van het kanaal. En ik kan niet met de schapen door de tunnel. En de schapen, die vinden dat eigenlijk wel best. Als ik ze in de kar zou moeten transporteren, nou, dan ben ik sowieso veel langer bezig. En het is voor de schapen natuurlijk ook veel prettiger als ze gewoon over de weg op het gemakje naar de nieuwe locatie kunnen wandelen.